Wat ik aan Bernstein het hele bijzondere vond, is dat hij met geweldige emotie en commitment altijd aan het werk was. Het is niet van oké, vandaag heb ik geen zin. Het was altijd groot, belangrijk, enorm. Dat was een buitengewoon charmante, aardige man als hij wilde. En als hij niet wilde, was hij heel erg moeilijk om mee om te gaan. Maar dat heb ik nooit aan hem gezien, die kant. Die voor zijn assistenten en mensen waarmee hij werkte. Het was meer voor sterren waarmee hij werkte die niet wilden doen wat hij wilde of zo. En dan had je een probleem. Hij was een fantastische pianist. Hij kon geweldig over muziek praten. Dus even uitleggen aan iemand die er eigenlijk niet veel verstand van heeft. Waar gaat dit stuk nou om? Waarom moet je dit mooi vinden? Dat had hij allemaal enorm paraat. Hij had daar een geweldig talent voor om dingen uit te leggen, een leraar te zijn, een professor. Maar hij kon ook dus die jeugdconcerten, daar zaten wel allemaal kindertjes in die zaal, daar hield hij dan een verhaal tegen. En dat was zo messcherp en zo, die hebben heel veel van hem geleerd. Now, what do you think that music's all about? You tell me? God. That's just what I thought you'd say. Cowboys, bandits, horses, the Wild West. Ja, hij was een ongrijpbaar genie.